Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb hier bij me Franklin Leslie, Paragliet Rapors. En vandaag gaan we de röntgenfoto's doen. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, hebben we net besproken. Ja. We gaan verder met het beeldvorming gedeelte. Beginnen we even met röntgenfoto's. Gaan we röntgenfoto's van de benen maken. Daarbij maken we de standaard set plus een paar aanvullingen die we hier maken van de knie bijvoorbeeld en van de achter van de kogel. Als dat allemaal normaal is, als daar iets abnormaals is, dan gaan we het eerder bespreken. Is dat allemaal normaal? Dat ik verwacht, want ik heb de oude foto's al gezien, ik verwacht niet dat daar heel veel spannende nieuwe dingen in zitten. Als het normaal is, gaan we verder met de hals en de rug. Daarna zullen we die bespreken en daarna zullen we inderdaad eventjes de scan van het bekken doen en even bespreken wat daar op te zien is. Oké. Ja? Waarschijnlijk zal die foto's maken een klein beetje spannend vinden, dus van kijken hoe dat gaat. Als je het een beetje spannend vindt, dan zal het een klein beetje moeten sederen. Dus vraag altijd de toestemming van degene die bij me is. Ja, prima. Ik wil geen vrouw doen. Of je even door wil zingen, geloof ik. Valt wel niks in. Met klei. Met zijn vriend, ja. We kijken al eerst even of die goed is. Ja. En de foto's van de onderkant van de benen, die zijn allemaal zonder sedatie gedaan. Maar nu gaan we naar het grote apparaat. En dan wordt er wel even een klein beetje suf gemaakt. Omdat het apparaat denk ik een hoop herrie maakt. Nee, zegt ze. Maar ik denk het wel. Ietsje, hè? Ietsje hoger. Ja. Nou, we hebben de set gemaakt, dus we kijken naar de kogel voor. Dan kijken we inderdaad, dan zien we daar OCD-fragmentjes, zien we andere spannende dingen. Daar maken we ook uitprojecties van. We hebben ze allemaal net al bekeken, dus ik zal ze even snel overlopen. Achter de kogel, daar fragmentjes zien we ook niet. We maken altijd even een aanvullende opname. Kijk, hier bij deze kon je mooi er tussendoor kijken, maar soms mis je dat. Dan kan je daar fragmentjes missen tussen. Nou, verder. De sprongen hebben foto's, ook geen spannende dingen op. Even snel doorlopend knie. Die hadden we natuurlijk al eerder gezien. We hebben even een aanvullende opname gemaakt. Omdat soms mis je anders veranderingen. Bijvoorbeeld kiestes in de condiel. Dat zien we niet. De andere kant zien we die ook niet. Dan is het dit. Veel mensen die schrikken altijd als ze dit zien. Ik wou net zeggen, mensen, wat is dat ja, dan? Mensen hebben natuurlijk een tibia en een fibula zijn echt twee botten. En bij het paard is dit nog maar een overblijfseltje van het bot. En dan zie je vaak aparte verbeningskernen. Dus dat die niet volledig verbeend is, maar dat daar nog... Ja, lijkt er een breuk in te zitten. Er zit natuurlijk wel verbinding in, maar er zit geen botverbinding tussen. Wat verder prima is. De andere kant de sprong. Nou, de benen waren dus eigenlijk allemaal goed. We hebben naar de foto's gekeken van de hoeven. Nee, je was natuurlijk ook benieuwd naar van hoe zat het met die afstand van die hoeven. Nou, het ziet er allemaal netjes uit. Daar geen gekke dingen. Aan de andere kant. De opnames. De straalbeentjes zijn... We zien er gewoon verder keurig uit. Zijn we naar de rug gegaan. Dan zien we eerst de schoft. Dit is ook waar mensen ook vaak van schrikken. Maar ook hier heb je dus aparte verbeningskernen op de schoft. Dus compleet normaal wat je hier ziet. Dan gaan we iets verder naar achteren toe. Een keurige ruimte tussen die spinaaluitstekers. Geen veranderingen. Dus dat is gewoon helemaal netjes. Dan gaan we nog verder naar achteren toe. Je blijft zien, hier zien we nog de laatste ribbogen.
nog iets verder achter. Ik heb nog net de facetgewrichten zien en de bovenkant van die wervels. Tot het laatste waar je het bekken eigenlijk krijgt, waar het lastig is om er doorheen te schieten. Kijk naar de onderkant, we geen spondylose zien. Spondylose betekent dat je brugvorming krijgt aan de onderkant van die wervels. En die ook hier zie je dan facetgewrichten kun je dat beoordelen en de ribbogen. Het ziet er allemaal goed uit. Toen we helemaal naar voren waar we bij de schouder eigenlijk komen. En dan gaan we naar de hals. En hier zie je, dit is de eerste borstwervel. Want die heeft al een soort spinaal uitsteekseltje er bovenop zitten. Dit is dan de laatste halswervel. En dan zijn we benieuwd naar van hoe zien die facetgewrichten eruit op die plek. Nou, het ziet er eigenlijk allemaal netjes uit hier. Dan gaan we verder naar voren toe. De halswervels tot bij de atlas en de axis komen. En dan kijken we naar het achterhoofd. Het ziet er ook netjes uit. Ze hebben net uitgebreid bekeken, die foto's. En nu eventjes er vlug doorheen gescrollt. Maar zoals ik al liet zien, hebben we daar geen bemerking op waarvan ik denk dat er een onaanvaardbaar of verhoogd risico zit. Dus wat dat betreft ben ik tevreden. Dit was de röntgenologische keuring. Klopt, gedeelte. Gedeelte, ja. Van de keuring, klopt. Ja. Zijn er geen bemerkingen? We hebben geen bemerkingen waarvan ik zeg, nou ja, dat heeft een duidelijk verhoogd risico. Dat betekent dat we verder gaan naar het volgende deel. Helemaal goed. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je de hele serie zien? Kijk dan vooral eventjes in de afspeellijst. En dan kan je alles van de keuring zien, wat Franklin allemaal uitgelegd heeft. En dan zien we je heel graag bij je volgende video.